PSV trok donderdagochtend enkele duizenden toeschouwers op de open publiekstraining. Na afloop van de training konden de fans op de foto met en een handtekening krijgen van hun idolen. Dat liep aardig uit de hand, want een uur na het aflopen van de training verliet de laatste speler, Zakaria Bakkali, het veldpas. Het publiek trotseerde de af en toe felle regenbuien en zag de eerste serieuze groepstraining in bijna 2 weken. Donderdag stond na de verschillende interlands van de afgelopen week een vrijwel complete selectie op het veld. Met de nieuwbakken A-internationals Memphis Depay en Zakaria Bakkali, die nu officieel een rode duivel is. Ook Santiago Arias maakte zijn interlanddebuut in de wedstrijd Colombia-Paraguay. Het Colombia van Arias won met 2-1. De verdediger ontbrak donderdag nog op de training. Jeroen Zoet en Karim Rikik trainden apart van de groep. Zij zijn nog niet inzetbaar tegen FC Groningen aanstaande zondag. Tijdens een van de onderlinge partijtjes geel tegen wit lieten de mannen zonder hesjes, de witte, hun staaltje totaalvoetbal zien waar ze zelfs in Barcelona jaloers van zullen worden.